Doe het opnieuw. Komt een koe aan. Kijk nou. Corinne, wie staat er naast je? Naast mij staat Jan Zijp, projectleider voorbereiding van de afdeling watersystemen. Naast mij staat Corinne ten Hopen, adviseur subsidie van het Hoogheemraadschap. Corinne, wie staat er achter je? Nou, achter mij staan Bella, Snella en Kella en dat zijn de koeien. Wat een prachtige omgeving is het hier. Waar zijn we nu eigenlijk, Jan? Nou, we staan hier bij Waterberging Twist. Nou, Waterberging is een plek waar we in tijd van wateroverlast met hevige neerslag en veel regen het water tijdelijk kunnen bergen en vasthouden. Totdat de wateroverlast in de polder eigenlijk weer voorbij is. Nee, als ik hier met mijn kinderen fiets, nou ja, als ze dat zien, dan zeggen ze: mama, dat is helemaal niet waar. Maar stel, als ik hier met mijn kinderen zou fietsen en ik zie dit kaartje, wat kan ik hun dan vertellen? Dat je op deze plek staat op het kaartje. Hier hebben we de West-Friese Omringdijk. Dit is eigenlijk het hele gebied van de waterberging. Ja. Het donkerblauwe is eigenlijk het water met een hoofdwaterloop die erin loopt. En een hoofdwaterloop, dat is een grote sloop? Dat is een grote sloop. Maar via die hoofdwaterloop laten wij eigenlijk het water binnen in de polder. Als we dan naar het bovenliggende kaartje gaan kijken en het kaartje wat ernaast zit. Hier is de waterberging gevuld met water, dat is donkerblauw. En hier is hij onder normale omstandigheden, is het gebied met open water is kleiner. Dus dat is het verschil. Maar welke nevenfuncties zijn er eigenlijk nou nog? Nou, hier hebben we de nevenfunctie natuur. Maar we hebben hier ook te maken, zoals je hier ziet, een fietspad, wandelpad. Komt toevallig ook weer een fietser aan. Oh, die gaat wel hard. Nee, ook recreatie is een functie die we faciliteren. Ja. En daarnaast hebben we droge waterbergingen. Dan kunnen er koetjes en dan kunnen er schaapjes lopen. Als het waterberging vol loopt, zullen die runderen op het dijkje moeten. Oké, dus die worden er wel op tijd van afgehaald? Die worden er op als tijd. Dan krijgen we een nare situatie. Die worden er op tijd afgehaald, ja. Corinne, weet je hoeveel water hierin gaat? Raad eens. Oei. In tijd van wateroverlast. Is altijd lastig te raden. Ik denk ja, tussen de 135 of 175, ja. Ik weet het niet zo. Tussen de 150 en de 200 miljoen liter water hier in Bergen. Ongelooflijk. In zijn totaliteit hebben we hier zo'n beetje 200 hectare aan extra bergingsruimte gemaakt voor het gebied. Ja. En als je nou deze plek zo ziet, want word je hier nou niet extra blij van als je hier staat? Nou ja, je ziet het zelf wel hoe mooi het is met al die vogels en die natuur. Ik word hier erg blij van. Ik ben hier ook vaak te vinden. En zijn we nou eigenlijk ook wel eens klaar met de aanleg van alle waterbergingen? Nou, was het maar waar. We hebben nu deze waterbergingen aangelegd voor de periode tot 2050. Mm-hmm. Maar ik verwacht dat ons werk nooit ophoudt. Ja, en dat we hier ook nog met onze kleinkinderen rond kunnen lopen. Ja, ja. Dat is toch lekker. Dat is een mooie gedachte. Dat is een hele mooie gedachte. Ja.